Goedemorgen. Maandag, nieuwe week, nieuwe kansen, zal ik maar zeggen. Veel mensen hebben gisteren nog een prachtige dag beleefd, de zondag, met flink wat zon, heel rustig herfstweer. De komende dagen ziet het er toch wel iets anders uit, hoewel er nog steeds een dominant hoge drukgebied op de weerkaarten staat. We zien dat hoge drukgebied boven Groot-Brittannië en het zorgt momenteel voor een noordwestelijke stroming. En in die noordwestelijke stroming komen wolkenvelden voor en in de loop van de dag ook een aantal buitjes. En vannacht en morgenochtend trekt er een wat actiever buiengebied over Nederland. Dat betekent dat het dan ook echt wel wat natter gaat worden in de middag. Dan wordt het weer droger. En de komende dagen dan zien we dat hoge drukgebied wat meer naar Centraal-Europa trekt. Maar voor de stroming bij ons maakt dat niet zoveel uit. We houden een westelijke stroming en af en toe trekken er dan storingen voorbij. Dan krijgen we te maken met enkele buien. En dat geldt ook voor vandaag. Dit ziet er misschien een beetje dramatisch uit, zoveel buien tegelijk. Maar af en toe kan er een buitje vallen, met name dus vanmiddag. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En er waait een matige wind uit het noordwesten. Vooral aan zee is dat echt wel goed te merken. Vanavond en vannacht dan is het aanvankelijk rustig, maar in de loop van de nacht dus dat actieve buiengebied. En morgenochtend hebben we daar ook nog wel mee te maken. En het kunnen echt wel weer wat stevige buien zijn in de zin van dat er flink wat neerslag kan vallen. Het wordt ook een wat frisse dag morgen met 13, 14 graden en ook die stevige noordwestenwind blijft blazen. En de dagen erna verandert er niet zoveel. Wat opvalt zijn natuurlijk die wat magere temperaturen. Aan de andere kant, we zijn toch ook alweer een stukje in oktober rond de 14 graden. Af en toe trekken er wat buien voorbij. Er zijn wolkenvelden en nu en dan komt ook de zon door. Nog een fijne dag.